De nadelen van het verhogen van rijkdom is, dat is een apart geval. Maar als iemand halal rijkdom gaat sparen, dan is hij geen zondaar. Als iemand geld verdient, dan is hij geen zondaar. Tenzij hij niet tegen de sharia ingaat. Als er een toegestaande reden is, dan zal hij zegeningen verdienen. Als hij 100% de intentie heeft dat hij dit jaar, dat ik een grote bedevaart zal verrichten, dan is het sparen een zegenrijke werk. En als hij hiervoor spaart dat hij voor iemand gaat sparen, om inshallah voor hem een winkel gaat openen, zodat hij wat kan verdienen. Dit is een zegenrijke werk. Ik spaar omdat ik een moskee wil gaan maken. Dit is een zegenrijke werk. Allah zal zorgen voor het gespaarde geld, omdat sparen mubah is. Maar het mubah heeft zijn eigen verdelingen. Maken van goede intenties zijn belangrijk. Een goede intentie die ook een bepaalde reden heeft. Zonder redenen heeft niks te maken met een goede intentie. Er moet dus redenen zijn waarom hij zijn rijkdom aan het sparen is. Voor het verzorgen van zijn kinderen. Voor het verzorgen van zijn ouders. Dus daarom is hij aan het sparen. En gebruikt het juist om zijn ouders te verzorgen. En juist denkt te gaan helpen. Daarvoor ontvangt hij zegeningen. Maar tegenwoordig kussen ze het geld en verhogen hun bankrekeningen, openen spaarrekeningen en storten het daarop en nemen het rente op van het gestorte bedrag en zorgen ervoor dat het rijkdom steeds groeit. Diegenen die in de liefde van de wereldse rijkdom zijn opgesloten, die weten het veel beter dan mij, hoe het geld wordt verzameld. Dus daarom is het liefde voor het rijkdom niet goed. Als hij toch machteloos is en naar het buitenland gaat, en als hij niet machteloos is, dan ook. Afgeraden is het niet. Maar wat ik probeer uit te leggen is, wat Allah daar geeft, geeft hij hier ook. I will reach out to the people all over the world to spread the sunnah. I will reach